in de laatste twee wedstrijden van de Women's 7 European Championships 2012 worden de podiumplaatsen verdeeld. Dat wil zeggen de plaatsen 3 en 4 tussen Frankrijk en Nederland. Frankrijk en Nederland die beide dus verloren. Frankrijk met 14-5 van Spanje en Nederland met 24-7 van Engeland. Een derde plaats was vorig jaar het deel voor de Nederlanders. Zit er dat weer in, Yves? Ja, zeker. Frankrijk heeft wel een heel vernieuwd team, een jong team. En ze verrassen me op dit toernooi. Alleen gisteren ook weer verrassend verloren van Italië. Die net weer van de mat werd gespeeld. Dus het is, Nederland zou, als ze 10 keer tegen Frankrijk spelen, toch 8 keer moeten kunnen winnen. Met ruime cijfers. En dan is het wel de bedoeling dat die bij die 8 ook de wedstrijd van vandaag zit. Want als derde doorkomen is natuurlijk ook een beetje in de gedachte die leeft. Om waar te maken dat NOC-NSF als grote sponsor van het Nederlandse dames zevental optreedt. Precies. Kelly Harskamp heeft de bal en gelijk de aanval in. De Franse kikt overigens ook over de andere kant. Dus niet over de gebruikelijke kant van de voorwaartse. Het is een heel end. Ze staan in de verdediging. En dat is waarschijnlijk de tactiek die uitgestippeld is. Hou Nederland op eigen helft. Ja. Ze fluiten het toernooi heel streng op het heel snel loslaten van de bal. En niet over de top proberen de bal te pakken. Dat is een goede ontwikkeling voor het Sevens. Ja, en die zou ze in 15 wat mij betreft ook toe mogen passen. Want op de manier waarop soms bij wedstrijden de laatste 3 minuten volgemaakt worden. En de bal in de ruk achter de achterste man blijft liggen. En de tegenstander geen enkele mogelijkheid heeft om aan die bal te komen. Is niet verfrissend. Nee, is niet leuk voor de kijkers, zeg maar. De line-out waarbij Nederland ingooit. En dan is het zaak om op het juiste moment je springster omhoog te brengen. Dit was belangrijk. Een moeilijke bal die goed gemaakt wordt door de scrumhalf. Hele slechte paas. En dan door de slechte paas ook de knock-on, de bal naar voren geslagen. Man over, let op. Dan gaat Kelly. Je moet nu snelheid gaan maken. Die moet de buitenkant. Die hoeft ook Kelly. Go, Kelly. Ja, luistert u maar naar het publiek, dan weet u of het klopt. Schitterend. Ze heeft maar een heel klein beetje ruimte nodig aan de buitenkant om haar rust te kunnen maken. Ze heeft tot nu toe 30 punten gescoord en staat nu op 35. Ja, dat is een respectabel aantal. Daarmee staat ze bij de bovenste 3 op dit toernooi. Langs de kant wint Gerrit Kilbert zich een beetje op. Hij vindt dat dat sneller moet gebeuren allemaal en dat het moet gebeuren door de schopster. En daar heeft hij gelijk in, want hoe vaak hebben we in dit toernooi al niet gezien dat het juist om die 2 punten van de conversie gaat. En dan moet je dat je beste dame laten doen. En die heet Lorraine. Klopt. Laros. Maar hij zit. De 7-0 van Nederland. Aftrap voor Nederland met Lorraine. Prachtige kick. Meteen heel erg onder druk, die nummer 10 van de Fransen. En dat is natuurlijk de bedoeling. Goed zo. Prachtig opgepakt door Linda Fransen. Maar ook uitstekend verdedigd met twee tackelaars op Linda Fransen. Maar voorlopig betekent dat het balbezit dan naar de Fransen gaat. Maar wel op de helft van de Fransen. En dus zijn er alle kansen voor de Nederlanders om snel balbezit te verwerven. Ja, Nederland ziet er alert uit. Ze maken alle ruimte pakken ze als ze de bal kunnen pakken. Let op Lorraine Laros. Die zou dan de bal moeten krijgen. Dat gebeurt niet. Bal verloren. Dus nu moet je verdedigen. Geen gaten laten vallen. Dit is wel een gat. Goed aangetrokken. Pats. Pakken. Inge Visser moet het dan doen. Nee, die doet het niet. En nu maken ze wel gebruik van die nummer 12. Die hebben we nog nauwelijks in het veld gezien. Die Salin Alamat. En dat is een soort monster. Die kan er doorheen lopen. Prachtig. Dit is counteren. Ja, geweldig. Geweldig. Annemarie Verrossen. Een schitterende run. En dat is dus het loeren wat de Nederlandse dames goed doen. Frankrijk heeft balbezit. Je moet dan kijken waar je je tackle plaatst. En als je je tackle plaatst, meteen alert reageren. En de ploeg is tot het uiterste gemotiveerd. Dat blijkt hier. Ja, ze maken vooral die verdedigende fout erg goed. En ze lieten Frankrijk komen. En een goede tackle. En uiteindelijk pakt Kelly Harskamp de bal over. En weet de verdediging direct om te zetten in de aanval en een draai. Ja,
en de concentratie bij Lorraine Laros. Maar dit keer zwaait de bal wel erg ver af. Blijft dus 12-0. Met in de eerste helft nog een kleine 2,5 minuut te spelen. Maar de tijd moet stilgezet worden, want er ligt iemand geblesseerd op de grond. En die tijd staat stil. We weten dus dat Nederland net gescoord heeft. Het is wel enige minuten geleden, maar dat is het geval. Vandaar dat hier door Lorraine Laros wordt afgeschopt in de richting van Frankrijk. Goed opgepakt door de nummer 10. Door de line-out van Nederland. Marjorie Maillan. Maar omdat ze buiten de lijn gezet wordt, mag Nederland ingooien. Leuk dus om nog eens even te vermelden. Dat gebeurt dan altijd via de scrum half. En die pakt dat. Dus die doet niet alleen de ingooi, maar die pakt ook de bal vanuit de line-out. Let maar op, nu moet ze haast maken. Dan is ze daar. Nou, dan moet die paas goed zijn. Ze pakt hem uitstekend op, maar geeft vervolgens zelf een slechte bal weg. Is daar nog wat op te lossen? Ja, als iemand het kan oplossen, is het Kelly van Aarschap. Ze stapt naar binnen, ze maakt een swerve. En ze pakt de ruimte buiten. Ze maakt alleen deze wedstrijd af. Ja. Ja, dat wordt gewaardeerd natuurlijk bij de supporters. Zij is een absolute heldin. Dat klinkt raar in de rugby, maar als je voor Nederland speelt en je wordt mondiaal tot beste speelster gekozen, dan wil dat toch wel wat zeggen, hè? Want op het zuidelijk halfrond lopen natuurlijk ook nog een paar atleten rond. Je ziet er goed kijken naar de sport, naar de support en ook als er nog getackled gaat worden. Goed overzicht houden. Enorm goede speelster. Kijk eens naar die vreugde. Als je al zoveel punten gemaakt hebt dat je nog steeds plezier erin hebt. Ja. Ja. We hebben nog een minuut bij deze 12-0 voorsprong. 19-0 voorsprong moet ik zeggen voor Nederland. Het kan niet meer fout zou je zeggen. Nee, Frankrijk is erg zenuwachtig. Dat zie je in hun spel. Maar dit ziet er toch wel aardig uit. Kijk eens hoe Inge Visser daar moet vechten om een stop toe te roepen. Opletten dat je geen overtreding begaat en die bega je wel. Goeie, ah, dat is mooi. Die tackle is goed van Pien. Maar dat geeft even aan dat je... Nou ja, het is in ieder geval op een plaats waar het geen kwaad kan, zullen we maar zeggen. Nee, ze krijgen geen geel voor die, dat is een kleine overtreding. Die blijft in, die bal. Wat doet Laros? Die loopt goed mee. En denk nee, maar ik dat gaat ze niet naar de 22 meter. Hij gaat niet achter de lijn, dus ze moet doorspelen. Ja. Ja. Goede keuze. Niet spelen om het spelen. Ze staan voor. Geen onnodig risico nemen. Nou ja, je ziet nu wat er net met die Française gebeurt. Een van de belangrijkste dingen is natuurlijk dat als je straks naar Moskou gaat, dat je niet nu, terwijl je al voor staat, ook nog tegen allerlei blessures aanloopt. Hè? Precies. Winnen is voldoende. Want Yves, dat is natuurlijk toch de name of the game. We hebben een goed Nederlands team. Maar de diepte is natuurlijk het grote probleem als je nog pas zo kort bezig bent. Hè? Nou, het interessante is dat wij vorig jaar op het EK echt moeite hadden met het opvullen van zeg maar, de beste 7 speelsters. Maar het afgelopen jaar onder leiding van Garrett en Sasha is zo hard getraind aan de opvolging. Dat er nu een 14 tot 16 spelers zijn. Dus we kunnen dus in feite elke positie wel 2 keer opvullen. En dat zijn dus Gerrit Gilbert en Sascha Wehrlich die als assistent coach trainster functioneert bij deze ploeg. En zelf bij het 7 rugby een naam heeft opgebouwd als speelster. Kijk, dit is de juiste mentaliteit. Vechten als je de bal in handen hebt. Hands out. En toen wij in Nederland starten met het programma hadden we 14 meisjes. We hebben nu bijna 40 meisjes in het programma, Hans. Dus dan zie je ook wel de diepte. En opnieuw ligt daar een Française geblesseerd. Zijn die aan het einde van hun Latijn? Of treedt de Nederlandse ploeg zo hardhandig op dat ze tegen de blessures aanlopen? Het is interessant, ze hadden de penalty kunnen nemen. Hè? Met 6 man verdedigend is er ruimte om te spelen. De wonden zijn gelikt aan de Franse kant. En Fanny Orta die wordt daar overeind geholpen aan de kant van Frankrijk. Maar die kan ook verder niet meer meespelen. We zien haar hier van het veld afhinken. En Frankrijk wordt dus behoorlijk getroffen in deze strijd op de derde, vierde plaats. Met inmiddels 2 dames die niet verder kunnen. Nederland door.
gaan we voor meer punten? Ik denk het wel. En dan zult u zeggen, nou zijn die Nederlanders dan zoveel vooruit gegaan, want vorig jaar waren ze ook derde. Ja, dat klopt. Maar ze waren derde tegen Rusland. Toen was Rusland speelde voor de derde, vierde plek. Maar Nederland heeft een enorme stap gemaakt. En je ziet eigenlijk dat ze op hetzelfde niveau als Spanje zitten. En net onder het niveau van Engeland. En je ziet dat ze afstand genomen hebben van landen zoals Italië en ook Frankrijk zie je vandaag. Ze zijn echt een maatje groter dan Frankrijk. En Duitsland, waar de sport inmiddels ook aardig aangepakt wordt. Die wordt gewoon met een score in de 40 naar huis gestuurd. Om precies te zijn 43-0. Dat zijn toch wel uitslagen. Ja, er begint echt een onderscheid tussen de top vier landen toch ontstaan. 3-4. En de rest van Europa. Waarbij Nederland gelukkig bij de top 3 zit. Hier maken ze het onnodige overtredingen. Ik hoop niet dat ze geel krijgt, want dan hebben we wel een... Ze vermaand, maar verder gaat het niet. Als ze blijven spelen, dan komt er een gele kaart. Dat is eigenlijk wat ze zegt. Ja. Nederland moet gewoon de bal loslaten op de ruk. En de Française in staat laten om de bal te spelen. Tidy up the rucks, okay? Ja, met deze stand kan Gerrit Gilbert zich veroorloven om de bank flink in te zetten. Dan wordt het A een resultaat van de hele selectie. Maar en B is het natuurlijk... goed om de meisjes het gevoel te geven dat ze allemaal even belangrijk zijn. Routinier, Mara Moberg. En Doreen Hupker komt eruit. Mara Moberg die met name ook in Engeland haar sporen gezet heeft bij de Saracens. Een topclub in Engeland. Heeft wat van de wereld gezien. En is een pilaar in die selectie van Nederland. Nederland moet wel oppassen dat ze nog niet denken dat ze er zijn. Geen offside van Nederland. Nee, dat is nog een minuut of vier. Maar ja, je kan ook door de pressie uitoefenen, de fouten uitlokken. Dat zie je hier. Daar heeft Nederland dus ook moeite mee tegen landen zoals Spanje en Engeland. Ja, bij pressie, hè? Ja. Je dwingt in feite de tegenstander tot het maken van fouten. Wat hier ook gebeurt met Frankrijk. Nederland verdedigt heel goed, waardoor de paas van de Fransen fout gaat. La Ros staat klaar om in te gooien, terwijl er ook een wissel aankomt bij Nederland. Joyce van Altena gaat er straks inkomen. En wat gebeurt er dan? Daar wordt scheef ingegooid. De keuze is dan aan Frankrijk om te bepalen wat ze willen. Opnieuw ingooien of een scrum. Ze doen nogal lang over de beslissing, maar het wordt een scrum zo te zien. En daarmee gaat veel tijd verloren. Dat is in ieder geval niet in het nadeel van Nederland natuurlijk. De wissels. Ik denk dat je het nog best eens kunt vertellen, Yves. Ik bedoel, je denkt 2 keer 7 minuten, waar hebben we het over? Maar als je kijkt naar 4 wedstrijden gisteren en 3 vandaag, dan hebben we het over kilometers maken. Nou, je ziet ook de scores naarmate het toernooi vordert worden groter. Dat teams die niet fit zijn of minder fit zijn, die verliezen ook daadwerkelijk met 20, 25, 30 punten. En blessures, hè? Mensen die... Ja, aan de top. Want daaronder, die hebben dat al het hele toernooi gedaan, zullen we in Nederland. Ja, dat klopt. Dit is heel knap, deze loop van Maria Ursu. En die gaat ze ook afmaken. En scoren. Buitengewone scoren. Ja, onnodige try. Want zij loopt helemaal rond de verdediging van Nederland uit. En Nederland, die zie je... Dus niet haar opsluiten, dus niet naar voren komen. Ja, en ook de wil om te tackelen, want er wordt haar geschaduwd. Ook door Mara Moberg zagen we. De enige die er uiteindelijk bij is Joyce van Altena, maar wel te laat. Mooie try van de nummer 7, Ursu Maria. En ook de conversie wordt benut. Dus we komen op een stand van 19-7. Er is nog niks aan de hand, maar Nederland krijgt even een plaagstootje en moet bij de les blijven. We hebben nog op de klok... Een minuut of 3,5. Bal is voor Nederland. Mara Moberg moet het gevecht aangaan. Dat is jammer, want die bal had er eigenlijk uit gemoeten. Snel nemen. Niet wegrollen is dat van de Françaises. Je moet zorgen dat die bal zo snel mogelijk speelbaar is. En zowel de aanvallende als de verdedigende partij worden daar heel scherp op bekeken in dit toernooi. Wat wel leuk is te zien, Hans, dat als je in de afgelopen 2 jaar veel van die toernooien ziet, dat het damesrugby heel erg vooruit gaat. Dan zie je bijvoorbeeld aan de kwaliteit van de passes, de afstand van de passes,
de snelheid van de speelsters. Je ziet dat de sport door de Olympische deelname in 2016 enorme sprongen voorwaarts heeft gemaakt. En dat kun je ook zien aan de grote hoeveelheid toeschouwers die hier zijn. Die in de gaten hebben dat dit over echt rugby gaat. En dat met de vrouwelijke mogelijkheden dit een fantastisch spel is, ook voor vrouwen. Het is fysiek natuurlijk allemaal in het contact iets anders en wat bescheidener. Maar in het open veld hoeft het niet onder te doen. Nee. Misschien een tandje lager, natuurlijk. Het heeft met snelheid te maken. Maar ja, als je dan bijvoorbeeld zo'n meisje ziet als hier Anne-Marije van Rossum. Of je ziet onze vriendin Kelly van Harskamp. Ja, dan moet ik dat spelers zoeken, mannen zoeken die dezelfde snelheid kunnen halen. Dat is een domme beslissing. Bal kwijt. 10 meter. 10 meter erbij, ja, ja, ja. En dan komt Frankrijk pak bij de achterlijn. Goede schijnbeweging. En daar komt hij hoor. Weer datzelfde meisje wat scoort. Maria Ursel. Zo zie je dat als je denkt dat je er bent. En Nederland toch een beetje druk ervan afgaan gooit in de verdediging. Ze mist de conversie en dat kon nog wel eens van belang zijn. Ja. Want 19-12 betekent dat je er 7 moet maken om langs zij te komen. Waar we het hele toernooi niet sprake zou zijn van verlengingen, hebben we die natuurlijk nu wel. Want dit moet de beslissing zijn voor de derde en vierde plaats. Maar goed opgepakt. Bal, ja. Wel naar de grond gaan. Oh. Wordt weer niet snel genoeg losgelaten. En dan denk ik, hallo jongens, dit weten jullie nee, nou toch gaat wel niet gebeuren. Ja, gaat wel gebeuren. Gaat niet gebeuren. Ze hebben gewaarschuwd ervoor. Het zou toch niet het drama kunnen zijn wat ze gaat voltooien. Nou. Nog 1,5 minuut. Het optreden van Mara Moberg is dus niet indrukwekkend geweest in deze strijd om de derde, vierde plaats. Je ziet het bij de kick-off. En Nederland zal het dus met 6 man moeten doen. Goed zo, daar gaat Anne-Marije. Van Rossum. Ja. Gaat zij het doen? Nee, wat een formidabele tackle van de Françaises. Wat dom. Wat staat er ook nog een opstootje. Line-out. Wat dom, Nederland. Hou je hoofd erbij. En Frankrijk komt dan uiteindelijk, terwijl dat niet de bedoeling was, als overwinnaar uit de bus. Die gaan natuurlijk voor de line-out. De bal proberen in de diepte te schoppen. Nou, de diepte valt mee. Want het is nog een heel eind van de Nederlandse achterlijn. 14 minuut 5 staat er op de klok. Dus dat betekent dat het afgelopen zou moeten zijn. Heb jij een zoomer voor het? Ik heb nog geen zoomer voor het. Nederland kan alleen nog maar aan de noodrem hangen. Moet gewoon verdedigen. Moet zich nu helemaal doodvechten om deze 7 punten voorsprong vast te houden. Frankrijk doet daar ook lang over. Daar is de toeter. Dus dat betekent als de Fransen hier niets meer mee kunnen doen, dat het afgelopen is. Dit is natuurlijk tactisch gezien een voortreffelijke beslissing van de Françaises. Blijft die bal ook in? Ja. Nu moet er iemand op de bal duiken. Dat is de oplossing. Ja. Uitschoppen. En Nederland wint met 19-12. Nee, maar, ja. En wordt dus derde in dit toernooi. Maar ik moet je zeggen, op het laatst was het toch even met de billen bij elkaar. Hè? Met de billen bij elkaar, ja. Ik ken het belang van de wedstrijd en met de billen bij elkaar. Een zwakke tweede helft van Nederland eigenlijk. Ja. Veel fouten bij de kick-off, de bal niet goed vangen. Misschien dat we dat moment nog even kunnen zien. Maar het resultaat telt, Hans. Zo is het ook. En kijk de grote vreugde bij de Nederlandse vrouwen en bij coach Gerrit Gilbert daar in het midden. En dan zien we nog eens hoe dat ging. Dit is tactisch gezien precies wat er moest gebeuren. Dan moet die bal goed stuiten. Dat doet hij eigenlijk niet helemaal. En dat zal uiteindelijk de redding betekenen. Want kijk wat er nu gebeurt. Opgepakt door Lorraine Laros. En die schopt de bal buiten de lijnen. En brengt dus de redding. Ja, maar Frank is wel een team om rekening mee te gaan houden. Ja, dat zie je wel. Tactische opties die ze hebben in het veld. Kijk, ze zijn dol en dolgelukkig, de Nederlandse vrouwen. Het heeft heel veel kruim gekost. Maar het is een derde plaats. En uiteindelijk valt daar niets op af te dingen. Derde van Europa. En de vreugde is ongelooflijk.